Een goede, wat is het, middag? Ja, goedemiddag, het is al 12 uur volgens mij geweest. Uit Sweetie, zeer warm Suriname. Ik wacht even op wat mensen even kijken hoe laat het is. Let me see. Even kijken. Ja, jongens. Oké. Maar nee, het is nog geen 12 uur. Goedemorgen, nog steeds 11:50. Ik kom net vanuit de kerk. En ik heb een update. U weet, goedemorgen allemaal vanuit Sweetie. Zeer warm Suriname. Ik wilde eigenlijk een Travas de on the road doen met mensen, kinderen. Ik ben alleen, dus dan gaat het een beetje lastig om te rijden en te filmen. Maar om uit te gaan stappen om te lopen, dan zou ik binnen 5 minuten terugrennen. Oké, het gaat om het volgende. Ik heb een update. U weet, we zijn vorig jaar begonnen met Joel en Jairo te volgen in hun journey als twee jonge zwemmers. Oldenstam, Jair en Joel Oldenstam. En ze zijn een paar keer geweest bij hun en ze zijn een paar keer geweest bij ons in het programma. En zij vertrekken dus naar Sint Lucia om mee te doen aan de Goodwill Championships in Sint Lucia. Nou ja, toen ik gezegd zou graag mee willen. Toen stuurde Françoise, zegt van, nou Gloria, ik geef je 100. Mevrouw Hiewiet uit Amsterdam zei 100. Ik zei, nou, ik zei 200. Had ik 500. Ik denk, nou, Françoise zegt, je moet gewoon vragen. Gedaan. En ik had ook binnen een vrij korte tijd, had ik bijna 500 binnen. En toen heb ik, werk bij Rasonic Media. En Rasonic Media heeft ook Rasonic Travel. En zij hadden dus al een van de jongens een ticket zeg maar gesponsord. Dus ik heb gebeld. Ik zeg, nou, boek dat ding gewoon. Gewoon boeken. Ik denk, ik zie wel. In geloof boeken. Oké. Dus ik zou gisteren gaan betalen. Gistermorgen kreeg ik een bericht. Mevrouw Gloria, we hebben goed nieuws. Ticket kost geen 1000. We hebben voor 850 nu. Yay! En de directeur van Rasonic, die zei tegen me, weet je wat, ik ga je sponsoren met $100. Dus ik ging daarom te betalen. Ik zeg, kunnen we dat ook gelijk verrekenen? Uiteindelijk heeft de ticket €750 gekost. Yay, is God goed? God is goed. All glory, to Jesus. Nou, en toen had ik natuurlijk de kwestie van verblijf. Een van de volgers had me benaderd van, hey, ik ben in Suriname, net uit Sint Lucia. Ik heb daar familie, als je wil, kan ik je in contact brengen. Wanneer was het nou? Donderdagmorgen, heel vroeg, werd ik gebeld door een vriendin van mij, Iris. En die zei tegen me, heb je al verblijf op Sint Lucia? Ik zeg, nee. Dus, oké, mijn vader komt uit Sint Lucia. Ik heb daar nog familieleden. Ik zal ze even benaderen. Ik denk, oké. Nou, ze heeft ze benaderd. Ik kreeg het nummer. Ik heb met de mensen gesproken. En ik mag bij de mensen verblijven. Ze hebben me geen geld gevraagd, maar ik ga natuurlijk wel wat geven. Maar, dus dat is ook geregeld. Verblijf. Yay! Want dat ken ik echt nog steg op in Sint Lucia. En ik sprak met meneer Oldenstam en hij zegt, wanneer vertrek je dan? Ik zeg, woensdag, zo laat, zo laat. Hij zegt, oh, wij, alle zwemmers, vertrekken ook op die dag. 1:30 s'nachts moeten ze verzamelen bij Parima en daarna doorrijden naar Zanderij. Dus vertrekken iets van 3:30 s'nachts of zo, denk ik, of zo. En nou, toen heb ik gezegd, oké, heb je iemand van de organisatie die ik kan bellen? Want dan, als ik, weet ik, ook vanaf dat moment, 1:30 s'nachts bij Parima zijn, om eventjes te filmen. Maar ik wil het natuurlijk wel met toestemming doen. Dat je niet zomaar daar in brubrap kon, lip-like gangster, ik kon zomaar voor filmen. Ik heb gesproken met degene die erover gaat. Ze zegt, natuurlijk bent u van harte welkom, wat leuk. Ik zeg, ik ga mee om de wedstrijden te verslaan. Nou, ze vond het geweldig. En ze zegt, ik ga even kijken of u op Sint Lucia in het zwembad misschien ook accreditatie kan krijgen. Dus ik dat zeg maar bij de jongens in de kleedkamer kan of zo. Nou, dat zou ze regelen. Ik moet ook betalen om naar binnen te gaan. Iets van, voor mij $55 of $45. Geen probleem. Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga dresscode ga ik proberen te contacten. Dus ik bel naar Jean-Luc Van Dam. Jean-Luc. Dat is de acteur.
Nou ja, hoe komt het zomaar? DJ Adje, Mimica Mama, acteur. Maar Jean-Luc, heb ik gebeld. Ik zei, hey Jean-Luc, heb jij een connectie voor me van dresscode? Dit en dit ga ik doen. Hij zegt, ja zeker. En ik weet dat ze het ook zullen supporten, want zo doen ze dat altijd. Ze willen supporten. Oké, okay. Ik heb dus het nummer gekregen van Jean-Luc. En Charanté heet hij, dacht ik. Ik kan toch even zeker zeggen, zo moet ik wel een low. Jean-Luc. Even wachten hoor, mensen. Jean-Luc van Charanté. Charanté. Zo mag ik van dan. Een acteur. Anyways, dus hij gaf het nummer van de meneer van Dresscode. Ik heb ze gebeld. Ze zei, nou, ik ga Suriname gaan filmen. Onze jongens filmen. En ik denk dat, ik vind dat we sowieso meer aandacht moeten besteden aan sporters. Aan, het is belangrijk, nou, voor zoveel redenen. Oké. Okay. Oh, zegt die meneer, nou prima. Dat willen we altijd doen. Dus, ik heb gisteren vier mooie t-shirts gehaald. Bij Dresscode. Dat Suriname gaat represented zijn by me. Yay! Niet alleen maar de zwemmers, maar ik ook. Dus, Dresscode heeft mij dus ook gesponsord. Dus, dankjewel. Zo meteen ga ik ze allemaal taggen. En verblijf is dus geregeld. En toen dacht ik, ja, maar als ik daar ben... Kijk, ik film altijd met mijn telefoon, hè. Zo, weet je wel. En ik denk, oké, ik moet mijn gimbal, die niet zo goed werkt, ga ik in orde laten maken. Ik heb gebeld naar een collega, die zei, nou, daar en daar kun je gaan kijken. Dus vanmiddag ga ik even langs met mijn gimbal in orde te maken. Maar toen dacht ik, waarom niet kijken of ik het via een cameraman al daar kan doen. Dus, ik vroeg aan die mevrouw, hè, dus van Iris heb ik die mevrouw waar ik ga logeren, Helen heet ze. Ik zeg, niet van Helen, is die Annemarie. Annemarie is een andere weer, die vanuit Sint Lucia. En die mevrouw trouwens waar ik ga logeren, Helen, zegt ze, who's going to pick you up from the airport? My husband or my son can pick you up. Yay! En, oh ja, het mooie is, waar ik ga logeren, is walking distance. Dus ik hoef geen taxi te betalen. Ik kan zo lopen naar het zwembad. Mensen, kinderen, is God goed of is hij goed? Oké. Okay. Dus toen heb ik die Annemarie gebeld. Ik zeg, hey Annemarie, I'm looking for a... waarom zeg ik het niet in het Engels? Ik zoek een cameraman. En ik denk, ik wil dat ding professioneel gaan neerzetten. Als je het doet, doe het goed. Ja toch? We gaan voor excellence, zeg ik altijd toch? Excellence. Dus ik zeg, I'm trying to, ik wil een cameraman. Ze zegt, maar ik ken iemand die daar waarschijnlijk meer over weet. Philip. Gaf me zijn nummer. Ik Philip gebeld. Ik zeg, Philip, dit is het aan de hand, dit en dit zoek ik. Hij zegt, oké, okay, ik geef je een nummer van een cameraman. Die Philip werkt bij het ministerie van Agriculture, zeg maar LVV. En hij doet radio en televisie ook. Hij zegt, dan ben je een keertje bij me welkom. Ik denk, yes! En die meneer Philip, die ik dus niet ken, vraagt aan mij, you're welcome. En wanneer land je, is je verblijf al geregeld? Haalt iemand je al op van die airport? Ik denk, wauw, geweldig. Mensen die ik niet ken, hoe mooi is dit? Dus gastvrij, nou zo zijn we ook hoor, een beetje vriendelijk. Dus ik bel die cameraman op gisteren. En ik zeg, kijk, ik wil komen en ik wil gewoon vrij zijn om te filmen. Ik wil iedere keer met een telefoontje, ik wil dat ding goed neerzetten. Wanneer we gaan Suriname representen, let us do it well, oké? Okay? Nou, ja, zegt hij, wat wil u nou? Zegt papa, dit wil ik, is dat is mogelijk? Ik zeg, oké, okay. Nou weet ik heb 5 zonen. En een van mijn zonen is, naast professionele danser, is hij ook director, regisseur, editor. Dus ik zeg aan die meneer, oké, okay, kan je de gear die je hebt, wat je gaat gebruiken, kun je het naar me toe sturen? Ja, zegt hij, foto gestuurd, ik naar mijn zoon. Ik zeg, is dit goed materiaal? Yes, mama, dit is goed materiaal. Ik vraag aan die gast. Ik zeg, voor 3 dagen, een cameraman. Ik wil live gaan. Ik wil dus, moet ik data gaan kopen? Hij zegt, ja, we kunnen misschien gebruiken van de wifi van het zwembad. Maar ik wil geen dingen aan het toeval overlaten. Dan moet ik mijn wifi kopen. Ik zeg, hoeveel gaat het me kosten? Ik heb geen centjes. Maar, ik denk, laten we kijken. Laten we het doen. In geloof. En voor die 3 dagen vraagt hij $150. Yeah! Ik vraag het eventjes overleg weer met mijn zoon. Hij zegt, mama, goede deal. Dat betekent $50 per dag. Goede deal. Dus die deal is ook gesloten. Dus mensen, ik ga met kleding weg van Dresscode. Ik ga met een goedkopere ticket weg. En ik heb een cameraman kunnen fixen op een in Sint Lucia. En ik heb verblijf kunnen fixen. You tell me, God is good?
God is good. All glory, all glory, all honor. Iedereen bedankt. Super, super. Ook die mensen die gestort hebben. Super, super, super. Als ik uw naam mag noemen, let me know. Want dan gaat uw naam ook erbij. Niet iedereen vindt het fijn. Dus kan je het voorstellen, mensen? Ik ga gewoon woensdag. En ik ga dezelfde dag met de zwemmers. Ik heb toestemming om op die nacht, in die nacht, op, ze moeten 1:30 verzamelen bij Parima, om daar alvast het begin te zien. Ik vlieg, zit in hetzelfde vliegtuig met de zwemmers naar een stop op Barbados. Een paar uren, dus ik ga kijken, want vroeger wilde ik altijd naar Barbados. Ik deed het spelletje mee, jongens, meisjes. En het land met een B was voor mij altijd Barbados. Nooit meer nog naar Barbados. Altijd gezegd als kind, ik ga ooit naar Barbados. Nu kom ik op Barbados! Thank you. Oké, dus ik vlieg met de mannen. We komen aan op Varekaring. Sint Lucia. Ik word opgehaald. Walking distance van het zwembad. Mensen, kinderen. Ik heb aan de cameraman gezegd, kun je woensdag ontmoeten? Want dan wil ik gelijk checken. Want dan gaan we live met die camera van die man. En ik ervoor sta. En ik heb zulke mooie t-shirts gekregen, mensen. Oh, ik mag zelf uitzoeken. Oh, 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 represent Suriname. Woo! You know, God is a God of excellence. Niet van, niet van mediocrity gaan. En ik wil ook iets neerzetten daar. Ik wil, you know, you never know what's, you know what. Misschien vind ik mijn man daar. Nee, wat grapje. Nee, grapje. Grapje. En in elk geval, het is helemaal mooi geregeld. Ik vertrek dezelfde dag als de zwemmers. Ik word opgevangen en opgehaald op Sint Lucia. Cameraman, dresscode heeft mij gefixt met een vlag ook nog. Hè? Een vlag. Mooie t-shirts die ik zelf heb uitgezocht. Nou, waar Suriname duidelijk op te zien is. En die cameraman, mensen, kinderen, wat wil je nog meer? Geweldig, toch? Dus, we gaan de journey samen doen. Je gaat het meemaken. Je gaat alles zien hoe het daar gaat op Sint Lucia. En het mooiste is, 20e vertrekken we vanuit Sint Lucia. Maar moet ik een dagje blijven op Barbados, omdat het vliegtuig pas de volgende dag vertrekt naar Suriname. Mensen, kinderen, is God goed? Ja, dus ik ga die dag Barbados, wat ik als kind vanaf mijn 12e jaar zeg, Barbados, een spelletje, jongens, meisjes, voor degenen die het kennen, kan ik het ook nog zien ook. Eén dag. Yeah! Ticket goedkoper, camera gefixt, verblijf gefixt, dresscode met kleding gefixt. De 3 dagen ga ik daar Suriname representen. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Ik ga me weer omkleden, ik kom van de kerk, ik ga naar oma. Ik zal het even gelijk vertellen, de laatste tijd oma niet zo meer laten zien. Ook niet door middel van foto's, omdat ze zwaar achteruit is gegaan. En ik vind het niet zo netjes om het te doen. Alhoewel ik weet dat jullie natuurlijk allemaal het graag zouden willen zien. Maar ik denk niet dat het zo verstandig is. Ze ligt nu eigenlijk alleen maar op bed. Eet slecht, drinkt slecht. En zoveel mogelijk ben ik daar om haar te helpen. Natuurlijk, het personeel doet ook hun best. En zo. Ik ga nu maar even snel omkleden. Het is warm wat ik aan heb. En dan ga ik naar oma. En dan later de gimbal even brengen om te laten maken hier. En dan is all ready om to go woensdag naar Sint Lucia. Thank you, thank you, thank you, thank you. Dus dat wil ik even vertellen. Deel het als u wil voor de mensen. En dan zien we. We gaan het daar mooi maken. We gaan het, ja man. Ja. En dollars moet ik meenemen. Ja, ik heb al dollars. Yes, en Jeanette gaat me ook nog wat dollars geven. Dan heb ik ook wat handgeld. Want ik moet die cameraman is al $150. Dus Jeanette, your money is going for the camera guy. En ja, ik zie nog wel hoe ik daar moet eten. We gaan samen, yay! Jairo en Joel, mama en papa, we gaan samen. Als het goed is, rijd ik met hun mee. We droppen die boys af op Parima. Daar ga ik filmen. En dan rijden we samen naar Zanderij. En dan gaan we onze journey beginnen. Waar we Suriname. En ik ga er vanuit de boys brengen. Gouden medailles naar huis. Ja, we gaan voor het goede. En we gaan voor excellence. Vandaar dat ik het ook excellent wil doen. We gaan samen. Yay! Oké, mensen. Ik ga eruit. We zijn wel in de auto. Ik ga eruit. En dan morgen ben ik er ook weer. Trouwens,
heb ik, als het goed is, wanneer meneer Anil Bihari aan de telefoon. Ik heb die mevrouw een appje gestuurd of ze in de uitzending wil komen. Ik heb nog geen reactie gehad. En als het goed is, hebben we John Brewster van DIN ook in de uitzending. En vanmiddag ben ik te horen als weer als gastpanelid bij Limewem. Wij samen. Oké, okay. Later. Fijne blessie zondag. Ciao, ciao.